Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Ik heb vandaag voor jullie een heleboel files klaarstaan. Make-up producten, beauty producten die ik aangekocht heb, maar die het voor mij echt niet deden. En ja, let's go. Ik ga beginnen met 5 mascara's. Dat is als eerste deze Rival De Loop Cucumber Splash Mascara. Hele mooie huls. Ik dacht, deze zal heel goed zijn. Het is zo'n borsteltje waar ik van hou. Een plastieke kwastje met stekeltjes enzovoort. Maar hij doet gewoon niks. Ik kreeg daar geen volume mee. Ik kreeg daar geen lengte mee. Hij kleurt mijn wimpers enkel en alleen zwart. Dus deze deed het niet voor mij. Dan heb ik nog deze Maybelline Great Lash Mascara. Deze bestaat al eeuwenlang. Heel veel mensen zweren daarbij, maar ook voor mij doet deze helemaal niks. Dat borsteltje is ook echt een heel basic borsteltje. Nee, deze deed het ook niet. Dan heb ik er 2 van Catrice. Dat is deze Catrice Lift Up Volume Lift Mascara Waterproof. Op zich, qua lengte, volume enzovoort, perfect. Maar waterproof is hij niet. Dus deze gaat daarom weg. En dan heb ik deze van Catrice, de Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof. Ook qua lengte en volume vond ik deze heel fijn. Maar deze is ook niet echt waterproof. En hij schilfert onder de ogen. Dus tijdens de dag brokkelt hij af. En dat is ook niet echt leuk. En dan deze Maybelline Sky High Sensational Mascara Waterproof. Ik heb er de gewone variant van, dus de niet waterproof. En die vind ik wel heel fijn. Maar deze laat mijn wimpers aan elkaar kleven. Mijn wimpers worden er ook heel hard van. Op zich een heel leuk borsteltje, heel flexibel. Het borsteltje gebruik ik graag, maar ik denk dat het gewoon de formule is van die waterproof variant die het niet doet voor mij. Dus deze gaat weg. Dan heb ik 2 foundations. Eentje van Essence, de Fresh and Fit Healthy Glow Foundation in de kleur 30 Fresh Honey. Op zich hier de formule ervan heel heel goed. Niet echt moisturizing of vocht inbrengend. Eerder wel een beetje mat. Ook al heet hij de Healthy Glow. De kleur is veel te bleek voor mij. Dus Fresh Honey is totaal niet mijn kleur. En er is maar 1 kleur die donkerder is. En ook deze is te licht voor mij. Dus ja, helaas. En dan heb ik deze, de Elf Camo CC Cream. Color Correcting Full Coverage Natural Finish. De kleur medium, maar die is extreem donker. Veel te donker voor mijn huidtype. Normaal gezien zit ik altijd bij de medium huidtinten dingen. Maar dit is veel te donker. Dus dat ga ik niet op mijn gezicht smeren. Of je krijgt echt wel zo'n masker effect. Dus die 2, helaas fails. Dan heb ik van Elf een putty blush. Ik dacht dat dit de kleur Cabana Drama of Habana Cabana of zo, ik weet het niet. Dat is dit. En eerlijk, ik en cream producten, dat gaat eigenlijk niet zo goed samen. Ik gebruik het liefst van al poederproducten. Ik vind ook dat creamproducten heel snel vuil worden. Dat verhadert stof. Dat verhadert vuil van je penseel die erin zit. De kleur op zich, och ja, niet echt wauw. Of niet echt om over naar huis te schrijven. Het is dit. Dus ja, dit is voor mij ook een fail. Dan heb ik een Catrice Ultimate Camouflage Cream. Dat is de kleur 100 Brightening Peach. En ik dacht dat die heel mooi ging zijn bij mij. Heel brightening. Maar dat is het dus niet. Hij is te bleek voor mij. Ik heb hem, waar heb ik hem aangebracht? Kan het niet zien. Ik heb hem hier aangebracht. Dus ja, dat is veel te bleek voor mij. Helaas. En ik dacht dat er ook hier, dat ik hier geen donkerdere tint vond. Dus ja, veel. Dan heb ik van de Primark een Lip Plumper Sheer Color with Maximum Effect in de kleur
pink. Ik vond dat er heel, heel mooi uitzien. Een hele lichte, glanzende, shimmery kleur. Maar ik vind deze ongelooflijk plakkerig. Dus dit gaat ook weg voor mij. Dan heb ik van Labello een lip oil. En ook hier van de formule ben ik heel, heel, heel erg tevreden. Maar ze hebben maar twee varianten. En dat is de meest roze variant. En deze is helaas ook te cool voor mij. Dat is een licht roze, peachy... Ja, het is een lichte roze kleur. En hij is helaas te bleek voor mij. En te cool. Dus deze gaat ook weg. Nog een lipgloss van Essence. Dat is de Extreme Shine Volume Lipgloss. Maximum volume in de kleur Pink Panther. Ook dit is heel, heel licht voor mij. Je ziet het bijna niet. Ja, jammer. Maar te roze, te cool. Helaas. Dan heb ik twee eyeliners van de H&M. Vroeger bij ons hier had je een H&M waarvan dat er eentje make-up verkocht. Dat wordt nu niet meer gedaan, of dat doen ze niet meer. Dus die zijn eigenlijk wel al redelijk oud. Op zich hele mooie kleuren, hele mooie finish. Maar het duurt een eeuwigheid voordat ze droog zijn. En daarvoor heb ik geen geduld. Dus deze twee gaan weg. Dan heb ik van Elf nog twee highlighters, de Baked Highlighters. Eentje in de kleur Moonlight Pearls en eentje in de kleur Blush Gems. Dat zijn deze. Ik vond die er heel, heel mooi uitzien. En ik vind die er nog steeds heel mooi uitzien. Waren het niet dat deze amper pigmentatie hebben. Er komt daar bijna niks vanaf. Dus ja, voor mij is dat een fail helaas. Want ik vind ze heel, heel mooi. Dan heb ik van... Rain Pharma, de Charcoal Detox Food Scrub Purifying and Smoothing. Op zich een fijne scrub, maar hij is zwart. Er zit daar dus houtskool in. En dat is heel moeilijk van je voeten af te krijgen. En daarvoor vind ik dit een fail. Maar op zich wel een goede scrub. Dan heb ik van La Roche-Posay deze Antelios 50 Plus. Hoge bescherming stick voor de lippen. Hij laat een beetje een witte waas achter op de lippen. En hij smaakt naar zonnecrème. En dat wil ik echt niet. Heeft een hele slechte smaak. Ja, zonnecrème op je lippen. En daar hou ik niet van. Dan heb ik een parfum van Jo Malone London. Het is de Pomegranate Noir. Op zich geen slechte geur, maar het is niet mijn ding en hij blijft ook niet zo heel lang hangen. Dus ook dit staaltje doe ik weg. Dan had ik van Sukin de Natural Deodorant. De Natural Deodorant, dat is dus deze. Ik hou van de Sukin Skincare, ik hou van de Sukin Shampoo, maar dit was echt een slechte deo. Dus ja, voor mij fail dus. En dan heb ik van Revolution, het klopt niet meer wat er hier in de verpakking zit, maar het komt uit de Friends collectie. En daar heb ik drie lipglossen van die totaal niet mijn kleur zijn. Als eerste dat beige, wie kan dat dragen? Ik niet alleszins. Dat is echt een lelijke kleur, kijk. Dat is deze kleur, het is zelfs beige oranje. Verschrikkelijk lelijk. Dan eentje van Phoebe. Dat is de lichtste van de twee tinten die erin zat. Maar ook dit is te licht voor mij en flatteert mij totaal. Dan is er eentje van Monica. Maar dat is gewoon een diarreebruin als je het mij vraagt. Ook echt geen mooie kleur. Of te chocoladebruin. Nee. Niet mijn ding om te dragen. Er zit ook veel oranje in en... oranje. Een beetje een haat-liefdeverhouding. En dan heb ik een potloodje waarvan ik het heel jammer vind dat ik deze moet tussen de vel steken. Want dat is er eentje van Rachel. Op zich een hele, hele mooie kleur. Deze blijft muurvast zitten. Maar het potloodje is zo droog dat de puntjes iedere keer afbreken als je hem gebruikt. En dat was zo als ik hem kocht.
Dus ik weet niet, is dat al een oud product? Is die gevallen geweest? En is dat potlood van binnen in 1000 stukjes? Dat kan. Ik heb hem verschillende keren proberen te slijpen, maar iedere keer is het hetzelfde. De punt breekt af. Ook nu weer gewoon door dat klein stukje hier te tekenen op mijn hand, is de punt ook weer afgebroken. Ja, dat is echt heel, heel jammer, want de kleur is echt wel heel, heel mooi. Maar bon. Dan heb ik een concealer die ik kocht bij The Action. Het is er eentje van Max & More. Het is de kleur Honey. 110, maar ook dit is veel te bleek voor mij. Ik weet niet waar mijn gedachten zaten. Want op zich is het een fijne concealer, maar gewoon veel te bleek. Dus dat is dit. Matcht mij totaal niet en ik zie eruit lekker panda als ik dat aan doe. Nee, dat was echt een fail. Dan heb ik van Wet n Wild de Mega Glow Contouring Palette in de kleur Caramel Toffee. Dat is dit. Op zich gaat dit kleur wel nog als je zo'n beetje de banana baking-achtige poeder wil gebruiken. Maar ik vind hem heel chalky, heel poederig, heel krijtachtig. En deze kleur is gewoon veel te oranje. Ik kan daar niet mee, kan daar niet mee overweg. Dus deze kleur is te oranje helaas. En daarom een fail. Dan heb ik nog een make-up product. En dat is het laatste make-up product. Dat is deze van Max Factor, de Miracle Glow Duo Pro Illuminator in de kleur Light. Ik had het moeten weten, ik had de kleur Medium of Dark moeten kiezen. Maar ook hier weer is die concealer veel te licht. En dat, ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is. Dat is gewoon een glanzend vaseline laagje. Nee, niks voor mij. En dan heb ik hier twee parfumtjes van Rituals. Fleur de Himalaya en Poème d'Azhar. Dat zat geloof ik bij ofwel The Feeling oftewel een ander boekje. Maar ik dacht The Feeling. Op zich hele lekkere geurtjes. Maar ik vind die totaal niet lang blijven. Dat zouden eau de parfums zijn. Voor mij zijn dat eau de toiletjes. Jammer genoeg was ze ruiken heel heel lekker. En ze bleven gewoon niet lang. En dat vind ik heel heel jammer. Dan heb ik van Balea een voetboter waar ik ook echt niet tevreden over was. Dat is deze met capoachou butter en kokosolie. Die heeft zo'n rare textuur, heel cremig. Ruikt wel heel heel lekker, heel zomers kokosnootachtig. Maar hij trekt zodanig rap in. Ik vind een hele rare substantie. En mijn voeten voelen achteraf ook niet echt gehydrateerd. Dus deze was voor mij een fail. Dan heb ik een facial, facial mask. Pink clay met French clay en rose water. Ik kocht dit bij The Action. Ik heb er de groene variant van. Die vind ik wel goed. Deze roze variant, die paalde van je gezicht als die opdroogde. Dus je vond allemaal op je kleren roze schelfertjes. Heel irritant. En ik vond ook niet echt dat deze iets deed. Dus daarom ook een fail voor mij. En dan heb ik nog vier deo's. Eentje van Borotalco. Op een of andere manier werkt dat niet voor mij. Ik moet ook toegeven dat spray deo's ook niet echt goed werken voor mij. Dus deze gaat weg. En dan heb ik er eentje van Ushuaia. Van Polynesie met Huile de Monoi en Fleur de Thierry. Ruikt super lekker, maar als je een hele warme dag hebt waar dat je zweet, dan doet deze niks. Dus ik denk dat ik deze gewoon ga verder gebruiken als luchtverfrisser voor in mijn beautykamer, want het ruikt wel heel heel lekker. En dan heb ik er nog twee van Tahiti, de Sublime Orchid en Monoi en dan de Thierry. En Monoi, deze twee ook ruiken heel heel lekker, maar als deo doen ze niet hun werk. Daarom, als je bijvoorbeeld een zweterige dag hebt of hormonaal, dan kan je al een beetje feller zweten. En in combinatie met dat ruik je het gewoon nog veel erger. Dus ja, nee, deze ga ik ook gebruiken als luchtverfrissers. Dit was het voor vandaag. Een heleboel fails eigenlijk. Jammer, maar ja, niks aan te doen.
Dit was het voor vandaag. Het zou misschien ook leuk zijn als je mij liet weten of je zelf al producten van dit geprobeerd hebt en wat je ervan vond. Dan zou ik graag hebben dat jullie liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bedankt om te kijken. Doei!